gebeurt het, de handen op elkaar voor Rudy van der Velde. We kijken uit. De bal uit Wiegelen. Hij mag de zegenarmen in de lucht gooien. En de Zevenhemse lucht, die wat donker zijn, maar voor hem schijnt de zon. Hier vandaag, 7 bloemstukken kan hij verzamelen. We zien in de verte nog niet zoveel. En wie pakt hier de zegen bij de dames? Wordt het een nieuw bloemstuk voor Sylvia Debout? Dat kan best, want enkele dames die hebben de strijd moeten staken. En dat betekent dat zij tot een applaus! Met zijn applaus voor Rudy van der Velde. Hij toont het, hij was vandaag de sterkste. De oppermachtigste, pontificale overwinning hier van de man uit Wiegelen. Rudy van der Velde in de categorie 1, maar nog steeds baan voor in de vrijhouder. Dat wordt een spurtje over de snoep. Marco Weu zal kosten. En Sylvia Debout, zij pakt hier haar tweede ruiter. Na Kortemark, Primus Inter Pares hier in Zevenhem. Maar straks zijn we een uitgebreide uitslag van onze voorzitter toegestopte